Want waarom is het belangrijk dat we dus stylesheet en HTML eigenlijk van elkaar gescheiden houden? Ik heb in Photoshop heb ik een document. Daar zie je het eigenlijk al staan. HTML is eigenlijk de inhoud van een pagina. En de CSS is eigenlijk de stijl hoe zo'n pagina eruit ziet. Nou, wat is inhoud, tekst, plaatjes, filmpjes, dat soort dingen. Dus plaatjes van je werk of van wat je echt als inhoud wil laten zien van je pagina. Of van je, ja, wat je inhoud eigenlijk van je pagina is. Dat is dus echt allemaal wat in de HTML moet komen. Wat is nu stijl? Nou, dat zijn dus achtergrondplaatjes, welk soort fontje gebruik je, de positie van de inhoud waar alles moet komen staan. Dat is allemaal stylesheet. Een goed voorbeeld, als je dat dus gewoon van elkaar gescheiden houdt, is dat je dus eigenlijk, als je dus je HTML, je inhoud hebt, dit stuk, en je zou een nieuwe stylesheet maken, dus een nieuwe CSS-bestand, dan zou je dus een compleet nieuwe site kunnen bouwen met dezelfde inhoud. Nou, dat concept hebben ze dus ook wel eens gebruikt in een soort site. Die heeft aangegeven van, nou, dit is de vaste inhoud. en jullie mogen een nieuwe stylesheet maken. En dan kun je dus eigenlijk gewoon heel goed zien hoe dus zo'n pagina eigenlijk op verschillende manieren eruit kan zien met dezelfde inhoud. Dit is dus die site, CSS Zen Garden. Die geeft dus aan The Beauty of CSS Design. Dan kun je dus ook heel goed zien wat het. Dit is dezelfde inhoud elke keer. Dus ik zal even alle. Dat zijn dus 213 verschillende designs. Hij laat eigenlijk zien hoe je dezelfde inhoud eigenlijk gewoon op verschillende manieren kunt laten zien. Nou, dit is dus één manier. Hier staat dus dezelfde inhoud. CSS Zen Garden, The Beauty of CSS Design. En je ziet hier een robot. En dan zie je hier de Road to Enlightenment. So, what is this all about? Er staat een hoop tekst bij. Dit loopt er nogal door. Dit heeft nog een aantal opties waar je kunt kiezen zelfs. Maar dit is dus gewoon tekst en inhoud. Nou, dan gaan we dus eentje terug. Pakken we even een nieuwe site. En je ziet hier ook dat het dezelfde tekst is. So, what is this all about? Path to achievement. En ze hebben het iets aangepast volgens mij van tekst. Dat kan dus ook nog zelfs een stylesheet. Maar dit is dezelfde inhoud, dus eigenlijk dezelfde site, maar dan compleet anders gestyled. Dus je kunt eigenlijk gewoon zo'n site gewoon 100 keer opnieuw maken. Dus als ik deze weer klik, dit is weer dezelfde site, The Road to Enlightenment. Even kijken, als we gaan scrollen. So, what is this all about? Dus elke keer hebben ze eigenlijk dezelfde inhoud gewoon weer opnieuw een sausje gegeven, zo kun je het zeggen. En dan ziet zo'n site er compleet anders uit. Nou, nog eentje om het af te leren. Even kijken, deze. The Road to Enlightenment. Weer dezelfde tekst. So, what is this all about? Nou, weer dezelfde tekst allemaal. Weer anders vormgegeven. Met visjes diep in de zee. En dat geeft dus eigenlijk wel mooi aan dat je eigenlijk met zo'n, als je die twee dingen compleet van elkaar gescheiden houdt, dat je dus echt wel een goede site kunt bouwen. En ook heel makkelijk weer kunt restylen. Wat is nog meer belangrijk waarom je die twee dingen van elkaar gescheiden moet houden? Nou, dat komt omdat Google, dus die zoekmachines, die kijken eigenlijk alleen maar naar het HTML-gedeelte. Dus hoe. Wat voor tekst staat erin? Wat voor plaatjes zie ik? Dat soort dingen. Dat is eigenlijk belangrijk voor die zoekmachine. Wat is de inhoud van de site? Dus waar gaat deze site over? Zo kan hij je beter indexeren. En zo kan hij dus ook makkelijker jou als een zoekresultaat aangeven. Van als iemand zoekt bijvoorbeeld op reclamebureau in dit geval dan. Of. Weet ik veel, als je hobby is bloemschikken, dat die bloemschikken gevonden kan worden. Dan moet je dus ook in tekst veel tekst hebben over bloemen en over bloemschikken. Dan
kan Google daar makkelijk terugvinden. En dat is allemaal inhoud. Dus hoe je dat stelt, moet dus van elkaar gescheiden houden. Er is dus ook een optie om in de HTML ook stylesheet neer te zetten. Nou, wat is daar een nadeel van? Nou, je hebt er net gezien hoe een voordeel kan zijn om bijvoorbeeld eigenlijk de inhoud en hoe het eruit ziet van elkaar gescheiden te houden. Je kunt je ook voorstellen als je bijvoorbeeld bol.com hebt. Nou, bol.com heeft, nou, als ik zeg dat hij 1 miljoen pagina's heeft, dan zou het niet vreemd zijn, want nou, die verkopen ongeveer alles wat los en vast zit, boeken, films, speelgoed, de hele zooi. En je kunt je voorstellen dat als je gewoon één stylesheet hebt voor meerdere pagina's, dat je dus eigenlijk makkelijk iets kunt aanpassen. Want als je dus zegt, stel dat een marketingteam van bol.com zegt van nou oké jongens, ik vind dat dit lettertype net één korps te klein is. Dus ik moet die moet niet 12 pixels zijn, maar 13. En je zou voor elke pagina een stylesheet hebben staan, dan zou je dus gewoon in dit geval voor bol.com iets van 1 miljoen pagina's moeten gaan aanpassen. Nou, daar word je niet vrolijk van. Nou is het echter zo dat je misschien 1 miljoen pagina's hebt met allemaal verschillende inhoud, maar je hebt maar één stylesheet. Dus als je die stylesheet aanpast, dan kun je dus heel makkelijk gewoon zeggen van nou oké, in die stylesheet moet dus de tekst niet zo groot zijn. Moet ik even kijken waar ze het hier hebben staan. Dus font size 11, maar het moet dus font size 12 zijn. Even kijken, 12. Of misschien wel 14. Nou, dan is het dus niet alleen op deze pagina aangepast, maar omdat dit gewoon iets is wat gewoon op al die miljoenen pagina's terugkomt, is het ook meteen op die miljoen pagina's aangepast. Nou, dat is dus super handig. Dat is sowieso, dat als je gewoon, nou ja, 1 miljoen is natuurlijk sowieso veel. Maar stel dat je 20 pagina's hebt en je zou 20 pagina's individueel moeten aangeven van oké, hij moet 14 pixels zijn in plaats van 10. Hij moet 14 pixels zijn plus 10. En je vergeet één pagina en dan is hij op de ene pagina 14 pixels en de andere weer 10. Nou, daar word je niet vrolijk van. Dus één stylesheet voor meerdere pagina's. Nu zul je gaan denken van ja, maar ho, wacht eens even. Niet elke pagina ziet exact hetzelfde eruit. Nee, dat klopt. Hoe werkt zo'n HTML en een stylesheet? Nou, dat laat ik je zo meteen zien. Maar je zou kunnen zeggen van oké, hier is een label aan een tekstje gegeven. Van, nou, tekstje is, heet paragraaftekst. Bijvoorbeeld. En dat is dus een label. Dus ik schrijf het even aan elkaar vast. Maak hem ook even wat kleiner, dan neemt hij wat minder plaats in. Kijken zo. Oh, dat is wel heel klein. Even kijken. 18 pixels. Punten. Nou. Dan zeg ik van, oké, alle paragraaftekst, dus dan heb ik hier een labeltje aangemaakt, die moet iets doen. Nou, dan geef je die dus hier ook aan, in die stylesheet. En in die stylesheet geef je dus eigenschappen aan van nou, die paragraaftekst, die moet 14 pixels zijn, zoals je het hier ook zag toen bij bol.com. Nu is het zo dat stel dat bij de volgende pagina die je maakt, moet de paragraaftekst er anders uitzien. Nou, dan kun je dus zeggen van oké, ik pas die paragraaftekst aan, hier bij mijn stylesheet, en dan past hij hem dus bij beide pagina's aan. Dat is dus niet de bedoeling. Ik wil hem alleen maar bij één pagina aanpassen. Dan moet je eigenlijk gewoon een nieuw label aanmaken. Dan zeg je paragraaftekst, bijvoorbeeld contact. En deze gebruik je dan specifiek voor de contactpagina. Als deze paragraaftekst contact label niet bestaat in de HTML, maar wel in de stylesheet, dan negeert hij hem gewoon. Dus als deze hier niet zou staan, dan laat hij dus de stylesheet in, ziet hij eerst paragraaftekst,
staan. Nou, die matcht met elkaar. Dus dan neemt hij die eigenschappen over. Vervolgens ziet hij ergens paragraaf tekst contact. Nou, die komt hier niet meer terug in die HTML. En dan negeert hij die gewoon. Dus daarom kun je ook gewoon één stylesheet gebruiken voor meerdere pagina's. En toch verschillende pagina's kunnen creëren. Misschien klinkt dit nog allemaal een beetje, ja, een beetje vaag. Maar als ik het straks laat zien, dan zal het een stuk duidelijker worden. Maar ik wou het concept al een beetje uitleggen hoe dat in elkaar steekt. Oké. Nu dat gezegd hebben, weet je al, van het HTML en het CSS gedeelte gescheiden van houden, kunnen we een mooi bruggetje maken naar Dreamweaver en een stylesheet bestand aanmaken, dus een CSS bestand. We gaan naar File, Nieuw, CSS bestand. En je ziet dus dat hij een nieuw tabje heeft geopend, die heet Untitled 2. Nou, sowieso het eerste wat we doen is gewoon opslaan. Save. En we noemen deze stijl. Je kunt het noemen zoals je zelf wil hoor. Ik heb bijvoorbeeld ook style in het Engels geschreven. Je kunt hem Fritsie noemen. Maakt eigenlijk niet zoveel uit hoe je hem wil noemen. Maar geef hem een logische naam. Ik vind stijl nogal een logische naam. Nou, je ziet dus hier ook weer die karakterset terugkomen, hè, dat UTF-8, hetzelfde wat in die HTML zit. En je ziet hier een stukje grijze tekst staan, dat dit een CSS-document is. Nou, wat je hier ook ziet, dat grijze gedeelte, is eigenlijk gewoon commentaar wat je kunt geven op stukjes code. Dus dat is eigenlijk, wordt niet echt erkend in de browser, deze tekst. Maar je kunt het voor jezelf makkelijk maken, of als je eens een keer iets maakt voor iemand anders. En die moet nog iets aanpassen in het stylesheet bestand, dat die dat terugvindt. Hoe maak je een commentaarregel aan? Eigenlijk heel makkelijk, zoals je het hierboven ook ziet. Het begint met een slash, dan een sterretje. En dan kun je er eigenlijk typen wat je wil. Zo van, hoi, dit is een stukje commentaar. En je sluit ook weer af met een sterretje en een slash. Dat is eigenlijk een stukje commentaar wat gewoon niet wordt opgenomen in je browser. Dit kan dus ook gewoon tekst zijn over uitleg wat je hebt geschreven. Dit haal ik weer weg. Vergeet dus ook niet altijd af te sluiten weer met die. Zo maak je hem open, zo sluit je hem af. Nou. Eigenlijk is het een beetje de stap wat we nou maken, is dus dat we nu een stylesheet hebben aangemaakt. Ik sluit hem nu ook meteen af. Want wat gaan we nu doen? We gaan de HTML koppelen met de stylesheet. Want anders weten ze niet dat ze van elkaar dat ze bestaan. Nou, je hebt dus hier een CSS-stijl blokje staan. En je ziet hier ook properties van staan. Een aantal opties die daarvan zijn is show list view, show only set properties. En je ziet hier zo'n soort ketting, ja, twee schakeltjes van een ketting. En dan staat, als je er overheen hovert, zie je ook attach style sheet. En je kunt een nieuwe CSS rule aanmaken. Nou, dat attach style sheet, dat gaan we nu doen. Dus we gaan die externe CSS-bestand koppelen aan deze HTML. Nou, dat klinkt heel spannend, maar valt reuze mee. Klik op dit icoontje. En dan krijg je een pop-up scherm. En dan zegt hij van oké, welk bestand of URL moet ik daarvoor gebruiken? Nou, ik browse hier even. En hier zie je dus de map waar je dus ook in zit. Ik heb er nu twee staan. Style.css, dat is die ik al had aangemaakt. En stijl.css. En die is nog leeg. En die gaan we gebruiken. Het kan zijn voor sommigen die Windows hebben dat hij die extensies allemaal laat verdwijnen. Zorg ervoor dat je dat uitzet. Ik kan het heel even snel laten zien hoe je dat doet in Windows computers, want die hebben er nogal last van. Wat Mac weer last van heeft, is dat als je geen extensie erachter typt, dat Mac hem dus wel, dus zo'n Mac.
Apple computer, zoals je het ook kunt noemen, het wel herkent. Alleen het is zeer noodzakelijk hier voor programmeertaal dat de extensies er ook echt achter staan. Oké, dus die extensies die horen erachter. Hij staat er nu ook achter. Ik zeg oké. Dan zie je dus hier dat verschijnen. Add as link. Nou, dat is prima. Nou, hier staat nog media. Die hebben we niet nodig. Even kijken, we zeggen oké. En je ziet nu ook bij regel 6 dat er nou link bij is gekomen tussen je head. Je ziet ook dat hij ook meteen dit heeft laten verspringen. Even kijken, weer even netjes zetten. Zo. En je ziet ook dat hij dus link heeft. HREF, dat staat voor Hyperlink Referation. Kun je zo vergeten, maar hier staat dus in ieder geval de plek waar het bestand is, de externe stylesheet bestand. REL is de relation, nou wat het dus is, een stylesheet. En het type geeft hier aan tekst slash CSS bestand. Nou, eigenlijk hoef je die dingen in principe niet echt te onthouden, want Dreamweaver zet ze al automatisch voor je neer, maar het is op zich wel handig om te weten wat ze precies inhouden. Het belangrijkste is dit gedeelte in ieder geval. Dit is in ieder geval de plek waar je bestand staat. Oké, nou hebben we die gekoppeld en nu heeft Dreamweaver ook hier een extra tabje aangemaakt voor je stylesheet. Nou, hartstikke handig, dan kun je dus switchen tussen je stylesheet en je broncode van je HTML. Nou, dat is hartstikke handig, want dat ga je nog regelmatig doen. Ik zal ook nou eventjes meteen even verder uitleggen waar de volgende knopjes voor zijn. Je hebt hier dus het file management gedeelte. Nou, en design notes die gaan we niet gebruiken. En we hebben nog geen verbinding gemaakt met onze externe server. Misschien gaan we dat ook nooit doen. Ligt eraan als je dat dus gewoon offline wil houden of online wil gooien. Maar hier kun je dat hier wel doen. Dit is het gedeelte waar je in kunt kiezen van oké, ik wil previewen in een bepaald device. Dus je kunt dit ook nog instellen van nou, dit moet een desktop versie zijn of een tablet size of een mobile site. Dat heeft ook weer te maken met het responsive webdesign wat ze tegenwoordig ook veel doen. En dat houdt eigenlijk in dat je een soort meerdere stylesheets aanmaakt voor verschillende apparaten. Je kunt je voorstellen dat op een kleine telefoonscherm minder goed te zien is als je gewoon een volledige site wil laten zien. Dus meestal sommige sites die bieden dus ook de optie dat als die ziet, weet je wel, dat je dus een kleinere scherm hebt, dus een mobiele telefoon, een smartphone, dat die overswitcht naar een andere stylesheet. Dus dat je dus gewoon in plaats van een normale site ziet, dat je dus alleen maar knoppen ziet bijvoorbeeld. En op het tablet bijvoorbeeld dat die iets gestriptere versie van een volledige site, die dus op een computer te zien is. Dat klinkt heel goed. Dat klinkt ook van, ja, zo wil ik mijn site ook hebben. Het is echter zo dat je wel nog meer werk hebt. Want eigenlijk maak je niet dan één webdesign, maar je maakt er eigenlijk drie. Eentje voor je smartphone, eentje voor je tablet en eentje voor voor een normale computer. Dat is best veel werk. Dus we gaan nu eigenlijk gewoon een website maken die dus op een gemiddelde eigenlijk overal goed uitziet. Dus redelijk goed uitziet voor een smartphone, zonder dat je met geknepen ogen moet kijken. Voor een tablet prima te zien is en op een computer ook prima. Dus dan hebben we maar één stylesheet nodig. Je ziet ook weer hier bij de properties dat je een aantal dingen kunt aangeven. In dit geval, nou ja, hoeven we er verder niks meer aan te geven, want hij is gewoon gekoppeld. Dat is prima. Je ziet ook dat het weer in die head is gebeurd. Hier komen die koppelingen te staan. En we hebben dus nu eigenlijk onze stylesheet en HTML aan elkaar gekoppeld. Nou, save altijd. Je ziet hier ook bij Dreamweaver, als ik hier iets typ, bij mijn body bijvoorbeeld,
dat hier een sterretje verschijnt. En dat geeft eigenlijk aan van hey, dit document is aangepast en niet opgeslagen nog. Dus dat is wel handig. Even kijken, dat is hetzelfde voor het stylesheet. Als je hier wat typt, hè, dan komt er ook een sterretje bij te staan. Van hey, er zijn wijzigingen aan toegepast, maar nog niet gedaan. Dit is de knop waardoor je eigenlijk je code kunt valideren. Wat aangeeft eigenlijk dat hij gaat zoeken als er fouten in staan die je hebt gemaakt. Nou, dus op zich kan dat best handig zijn. Nou ja, goed, op zich als je gewoon netjes typt dan, en de goede code typt, dan heb je dat niet echt nodig. Even kijken. Je kunt hier aangeven bijvoorbeeld, is dit browser compatibility? Dat geeft dus eigenlijk aan van sommige features, vooral stylesheet features, die zijn voor sommige browsers niet compatible. En dan geeft hij daar een melding voor aan. Dus bij sommige browsers, vooral Internet Explorer heeft er nogal last van. De iets oudere versies daarvan. Dat sommige nieuwe features niet werken. Daar geeft hij dan een melding van aan als je hierop checkt. Oké, wat heb je hier nog? Oh ja, de visual aids, dat zijn eigenlijk de hulpjes die je hebt. Die kun je aan en uitzetten. Refresh design, dus als je iets hebt getypt of hebt aangepast en het heeft hier nog niet weergegeven, kun je hem hier refreshen. En hier heb je de belangrijkste eigenlijk, preview en debug in een browser. En dat adviseer ik ook iedereen van als je een website maakt. Dan check hem altijd je pagina's in een browser. Waarom is dat zo? Hier heeft hij toch ook een soort preview scherm. Nou ja, laten we zo zeggen. De meeste van je gebruikers die naar je website toe gaan, die hebben geen Dreamweaver. Dus die zullen ook niet met Dreamweaver naar je website toe kijken. Dan kan die misschien in Dreamweaver heel erg goed eruit zien. Maar je moet eigenlijk weten van hoe ziet hij eruit als iemand in Safari of in Chrome mijn pagina's bekijkt. Want dat is eigenlijk meer waarschijnlijker dat die daar wordt in bekeken dan in Dreamweaver. Dus ik zou ook altijd adviseren van nou, zorg ervoor dat je dus ook altijd je pagina's, als je daar aan bezig bent, regelmatig checkt in een browser. Nou, als je hierop klikt op die wereldbal, dan zie je dus ook preview in Internet Explorer, preview in Chrome. Preview in Adobe Browser Lab, die kun je ook nog aangeven. En edit browser list. Nou, voor sommigen van jullie staat er alleen maar Internet Explorer. Voor Mac-gebruikers staat hier bijvoorbeeld alleen maar Safari. Je kunt dus die andere browser ook toevoegen. Dus ik klik hier gewoon op edit browser. Dus ik zal het nog eventjes doen, het ging een beetje snel. Edit browser list. En dan kun je dus hier een nieuwe browser aangeven. Dus dan geef je de naam van de browser. Nou ja, ik zal dan weer even Chrome. Of nee, Firefox, die stond er nog niet bij, hè? Firefox. Nou, dan ga je hem zoeken waar eens je Firefox geïnstalleerd is. Moet ik even kijken waar die ongeveer. Maar zo, hier, Mozilla Firefox. Hier is het echte bestand waar hij mee opent. Nou, dan zeg ik openen. Oké. En dan staat hij dus in mijn lijstje van browsers die je kunt aangeven. Je kunt ook aangeven welke je primaire browser is. Bij mij is dat dus Chrome. En dan zit dan ook meteen de F12-toets aangekoppeld. En je kunt dus ook een secundaire browser aangeven van oké, dit is dan de tweede die ik altijd wil checken. Ik vind dat niet erg belangrijk, maar goed, ik zeg gewoon oké. En nu kun je dus ook kiezen uit welke browser je wil previewen. Dus wil je in Firefox deze pagina bekijken, dan klik je hierop. Nou, dan gaat hij Firefox openen. Duurt eventjes. En je ziet dus dat hij de titel wel al heeft meegenomen, maar de pagina is nog leeg. Nou, dat klopt ook wel, want er staat nog niks in. Maar je kunt hem dus ook in Chrome. Wat ik wel fijn vind, die browser. Of in Internet Explorer.
En je hoort ook wel een beetje aan mijn verhaal dat ik niet heel enthousiast ben over Internet Explorer. Internet Explorer wordt wel door een hele hoop mensen nog gebruikt. Het wordt wel steeds minder, want ik hoor dat Chrome eigenlijk een steeds grotere marktaandeel pakt. Simpelweg omdat het ook gewoon een wat lichtere browser is. Die start wat sneller op en is ook, ja, heeft een betere render engine, zullen we zeggen. Dus die kan beter omgaan met nieuwe technologieën, nieuwe code en zo. En Internet Explorer is altijd eigenlijk zo'n browser geweest die altijd een beetje achter de feiten aan sukkelt, zullen we zeggen. Dus voor eigenlijk internetbouwers of internetwebsitebouwers, zullen we zeggen, zoals ik, hebben altijd al een, nou ja, een hekel zou ik nou niet meteen zeggen, maar dat we er echt heel blij van worden van Internet Explorer, nee. Omdat het altijd zo'n soort kneusje is onder de browsers. En elke keer als je een site probeert mooi te maken, dan is het altijd in Internet Explorer weer dat die er minder mooi uitziet of dat bepaalde features niet werken. Ik zou het wel altijd gewoon nog een keer testen in verschillende browsers. Dus ga niet blind op één browser vertrouwen. Dus test het ook af en toe eens een keer in een andere browser. Want er kan soms nogal wat verschil in zitten. Maar als je dus voor nu eigenlijk alleen Chrome gebruikt of Safari is op zich ook wel oké, of Firefox, dan is dat ook prima. Oké, nou dan hebben we eigenlijk die bovenste gedeelte al gehad ongeveer. Nou, hier kun je dus eigenlijk aangeven als je meerdere pagina's hier hebt openstaan welke je wil kiezen. Even kijken, hier staat ergens ook de line numbering, die staat aan en uit. Nou, ik zet hem altijd aan. Sowieso voor deze tutorials is dat heel handig, omdat ik dan aan kan geven, kijk bij regel 8 of bij 9. En sowieso voor jezelf is dat ook wel fijn hoor. Deze dingen die gebruik ik eigenlijk bijna nooit. Je kunt, even kijken, je kunt dingen collapsen, dus je head collapsen, dan klapt hij hem dus in. Heb je dus meer ruimte op je schermpje? Nou ja, je kunt ook scrollen, denk ik bij mezelf. Je kunt ook een stuk collapsen wat je wil. Nou, zo. Dus dat hij dat stukje alleen maar doet. Ziet ook een plusteken, kun je hem aan en uitzetten. Nou, ik vind het. Ik gebruik die features nooit. Hier kun je weer alles expanden als je wil. Hier kun je aangeven van oké, dit staat dus hierin. Dus dit is eigenlijk een kindje, zullen we zeggen, van de head. Als je dus hier aangeeft van oké, ik wil de oudere, zullen we zeggen, selecteren, dan doet hij dat. Even kijken. Je kunt de braces balancen. Ik weet niet wat dat precies voor. Misschien als je deze een beetje zo doet. Even kijken. Nee, ik weet echt niet wat dat ding precies doet. Ik gebruik het ook nooit. Even kijken. Highlight invalid code. Nou, op zich is dat wel fijn als je fouten maakt, kun je dat aanzetten. Even kijken, wat geeft hij hier aan? Wordwrap. Prima. Die staan allemaal standaard aan. Syntax error in de informatiebalk. Nou, dat is ook prima. Die staat ook standaard aan. En hier staat die comments die je er neer wil zetten. Nou, we gaan daar niet echt gebruik van maken. Dus snippets, die zou je kunnen aanmaken. Snippets zijn eigenlijk gewoon stukjes code die je kunt hergebruiken. Convert inline CSS. Nou, dit hebben we dus niet nodig, want we gaan gewoon een externe stylesheet gebruiken. En hier zie je ook weer dat intappen en terugtappen. Dat komt daar weer aan die kant terug. Oké. Dat is dus eigenlijk die en die uitgelegd. En verder eigenlijk, ja, wat kun je nog verder uitleggen? Nou, ik denk niet echt veel meer, want we moeten eigenlijk gewoon eens gaan beginnen om een pagina te gaan opbouwen. Ja, hier je property balk. Die past zich eigenlijk gewoon aan op waar je staat. Je ziet ook gewoon, nu zie je de link van de stylesheet. Nu zie je de titel, die je daar kunt ook aanpassen. Hier is de body.
En je kunt dus ook properties aan je body geven. Dus als je je page properties aan wil passen, dan zeg je van oké, weet ik veel, ik wil achtergrondkleuren bijvoorbeeld zwart hebben. En ik zeg oké, dit moet hij dus applyen. Even kijken waar hij dat precies doet. Kijk, nu krijg je dus ook gewoon in deze HTML stylesheet staan. Nou, dat moeten we dus niet hebben. Dus bij regel en 7 tot en met kijken 11. Dan zie je dus dat die stijl open gaat en stijl dicht. Dit staat dus in de HTML, dat moet je dus niet hebben. Dus je moet dit even eruit slopen. Als je dat dus wil doen, dan moet je dat dus eigenlijk in die stylesheet doen. Maar ik wou het eventjes als voorbeeld even laten zien. Even weer terug. Hij is weer wit. Ja, we gaan eigenlijk gewoon beginnen met ons ontwerp. Dus ik zal even Photoshop erbij pakken. Je kunt eigenlijk ook heel makkelijk switchen tussen twee programma's in, hè, als voor de mensen die dat nog niet weten. Als je Alt en Tab inhoudt, dan kun je dus heel makkelijk switchen tussen twee programma's. Dat zal voor sommigen heel prettig aanvoelen. Ik vind het heel fijn omdat je dan kunt switchen heel snel tussen twee programma's. En dan kun je wat makkelijker zoals maten en zo opmeten. Want even een belangrijk ding voor je document hier in Photoshop. Ik zou dus ook gewoon hulplijnen gebruiken. Ik heb dus ook op basis van een grid heb ik dus deze site gebouwd. En een grid is eigenlijk gewoon, ja, zoals het al zegt, een aantal kolommen met wat witruimte ertussen. En daarop baseer je dus eigenlijk gewoon je site. Wat ik wel fijn vind is dat je dus dan eigenlijk eerst eigenlijk in blokken je website opbouwt, zodat je een beetje de indeling gaat bekijken. Ik zal even een beetje uitzoomen. En zo kun je heel makkelijk zien van oké, wat wil ik waar hebben. Nou, ik heb hier dus een logo neergezet. Hier komt mijn navigatiebalk zonder rijden. Hier komt een groot stuk tekst. Hier komt een filmpje. En hier komt twee kolommen tekst met een kopje. En hier komt eigenlijk een werkje met tekst met een kopje. En dat dit vormgegeven blokje, dat komt eigenlijk 3 keer terug. Dan sluit ik af met een footer. En een footer is eigenlijk gewoon je onderkant van je website. En daar kun je dus bijvoorbeeld je NAW-gegevens inzetten. Dat heb ik dus hier gedaan. En je navigatie nog een keer herhalen. Dat is ook goed voor je vindbaarheid. En ik heb hier nog een soort Google Maps ding hier ingezet. En dat is dus dat gedeelte dus. En nou ja, als je die blokken dus maakt, ook al is jouw site niet letterlijk een blokkendoos, want je ziet ook als ik het uitzet dat dit stuk niet letterlijk een blok is. Maar dan heb je in ieder geval wel ongeveer de ruimte gereserveerd van hoe je dingen moet neerzetten. Die hulplijnen kun je trouwens aan- en uitzetten met control punt komma. Dus die niet dubbele punt, maar die punt komma. Die zit linksboven je ongeveer je shift plus je control toets ingehouden, dan kun je je hulplijnen aan en uitzetten. Je linealen die zet je aan en uit met control R. En die linealen zou ik ook adviseren om die op pixels te zetten. Het kan goed zijn dat die nog op centimeter staat. Rechtermuisknop op je linealen en zet hem op pixels. Want we gaan dus dingen ook opmeten. Eigenlijk wat we gaan doen in HTML en CSS in eerste instantie is eigenlijk gewoon die blokken aanmaken. Dus eigenlijk die ruimtes reserveren van oké, waar moet alles komen te staan. En met Stylesheet gaan we dus dimensies geven aan die blokken. Dus we zeggen van oké, dit blok moet dus zo breed zijn en zo hoog. En hij moet op deze plek staan en die moet op die plek staan. En dat gaan we allemaal met Stylesheet doen. Wat ik heb gemerkt is dat als je eerst in de stylesheet de namen aanmaakt van je labels, zullen we zeggen,
dan herkent Dreamweaver dat hier in de broncode. En dan geeft hij dat aan als een optie. Nou, wat is daar heel fijn aan? Want je kunt ook andersom werken, maar dat je geen typfouten maakt. Want wat is nu het geval met code? Code is eigenlijk onvergeeflijk. Misschien kennen mensen wel die film The Terminator. Nou, dan weet je dus ook dat zo'n Terminator eigenlijk gewoon geen genade kent. En die gaat gewoon door tot het bittere einde, totdat hij helemaal kapot is. Nou, zo dramatisch is CSS en HTML niet. Die gaan niet mensen uitroeien, zullen we zeggen. Maar het is wel zo dat als je een fout maakt ergens, dan kan het goed zijn dat je hele website niet werkt. En dat kan soms een heel lullig dingetje zijn. Bijvoorbeeld ergens een hoofdletter gebruiken in je stylesheet en dan niet gebruiken in je HTML. Of ergens een haakje vergeten te sluiten en dan kan het ook soms fout gaan. Of ergens een punt, komma ergens vergeten te zetten. Nou, om te voorkomen dat je dus fouten maakt, kun je het beste dus eerst in die stylesheet die labels aanmaken. En je hebt eigenlijk twee smaakjes wat je kunt doen. Je hebt dus een label, dat heet een ID. En dat zegt het eigenlijk al, een ID is net als wat bij mensen ook is, een uniek ding. Dus je hebt, ik ben Ricardo Kremers, nou ik heb een ID, een paspoort. Nou, ik hoop dat er maar één paspoort is waarin staat van dit is Ricardo Kremers en die ziet er zo uit. Nou, eigenlijk bij HTML is dat dus ook het geval. Als een ID is aangemaakt, dan is dat een uniek ding wat alleen op één plek te zien is in de HTML. Je kunt dus wel gewoon nog een nieuwe HTML hebben, waar datzelfde ding in terugkomt, precies hetzelfde. Dan kun je dezelfde ID gebruiken. Dus als ik dus, je zou het kunnen voorstellen, op een foto sta in Amsterdam. Dan is dat hetzelfde als ik op een foto sta in Spanje. Je ziet nog steeds dezelfde Ricardo Kremers. Nou, dat is dus eigenlijk met HTML ook. Als je dus een ID gebruikt in bijvoorbeeld deze voorbeeld HTML, dan ziet dat vlak er zo uit. Gebruik hem dus in een nieuwe HTML, dan ziet dat vlak er exact hetzelfde uit. En die gaat dan ook op dezelfde manier zich gedragen. Dan heb je dus, dat is de optie 1, dat is de ID. Heb je nu echter gewoon dingen die meerdere keren terugkomen? Zoals bijvoorbeeld hier die groene tekst, die heb ik hier staan en die heb ik ook hier staan. Dan kun je ook een class gebruiken. Want een class is eigenlijk gewoon iets wat je gewoon meerdere keren kunt gebruiken. Dat is ook eigenlijk, als je hier kijkt, ook. Dit ding ziet er op zich precies hetzelfde uit als dit ding op de inhoud na. Er staat een ander plaatje in. Er staat een iets andere tekst in. Maar hoe die is vormgegeven, dus de stylesheet, dus hoe breed die is, hoe hoog die is, hoe het kopje zich eruit ziet, hoe een lijntje hier staat, waar het plaatje staat, waar de tekst staat, hoe groot de tekst is, dat is elke keer drie keer hetzelfde. Nou, dit zijn dus ook classes. Nou, dan laat ik even zien hoe je een ID aanmaakt. Een ID maak je aan door een hekje, ofwel een hashtag voor de mensen die Twitter kennen, en een naam wat je geeft. En dan zijn een aantal regels met zo'n ID-naam waar je aan moet houden. Je mag het noemen zoals je wil. Dus als ik zeg van, nou, oké, ik noem deze bloem of zo bijvoorbeeld, dan is het op zich prima. Maar let op, ik heb bloem nu met kleine letters geschreven. Als ik hem dus in de HTML wil gebruiken, moet ik hem dus ook met kleine letters schrijven. Stel dat het een rode bloem is, dan zeg ik rood of bloemrood misschien. Je kunt geen spaties gebruiken, dus dit kan niet. Dus je moet het aan elkaar ty typen. Dan krijg je dit. Bloemrood. Dan
lijkt het als één woord. Wil je echt ervoor zorgen dat het beter leesbaar is, dat het twee woorden zijn, dan is een programmeertaal zo'n soort ding verzonnen, en dat heet Camel Case. Dat je met een hoofdletter het volgende woord typt. Dus als bloemrood, stekels bijvoorbeeld is, dan zie je dus ook gewoon dat dit redelijk goed te lezen is. Bloem, rood, stekels. Dus eigenlijk is dit camel case. Dus dat wil eigenlijk zeggen gewoon die hoofdletters. Dat wil eigenlijk die bulten van een kameel voorstellen. Dus elke keer als je met een nieuw woord begint. Eerste woord schrijf je met kleinletters. En elk nieuw woord wat daarop volgt. Schrijf je met begint met een hoofdletter. Dat heet camel case. Dus geen spaties mag je gebruiken in die ID's. Trouwens ook niet in glasses. Je mag ook niet met een getal beginnen. Dus 1 bloem. Dat kan niet. Je kunt wel bloem 1 gebruiken. Wat kan nog meer niet? Je kunt geen dollartekens, uitroeptekens, apenstaartjes, al die tekens. Ik zou eigenlijk gewoon alle tekens gewoon vermijden. Volgens mij kun je een streepje gebruiken, maar doe het gewoon niet. Blijf eigenlijk gewoon op de veilige weg, zullen we zeggen. En ga niet die grenzen opzoeken van je ID-namen, want daar win je toch niet echt iets mee. Gebruik gewoon letters en cijfers, dat mag ook nog. Hoofdletters, kleine letters. Maar begin dus niet met een cijfer. En als je dus een meerdere woorden dingen hebt voor je ID, maak dan gebruik van je camel case manier. Dus bloemrood zou dan zo moeten getypt worden. Nou, dit is dus hoe je een ID start. Dan moet er dan dus nog eigenschappen aan zitten. Hè? Want kijk. Deze hier, even kijken, deze ID, bijvoorbeeld hier, die geeft dus aan een breedte en een hoogte en waar die zich moet positioneren. Die moet je dus hier ook aangeven van wat die moet doen. Kan ook bijvoorbeeld wat voor lettertypes je gebruikt, wat voor lettergrootte, wat voor kleuren, achtergrondplaatjes, al die dingen. Die kun je dus aangeven, maar dan moet dus tussen haakjes en dat zijn niet gewone haakjes. Let op, het zijn gekrulde haakjes, zoals ze ook wel noemen in Nederlands, accolades. Dat zijn, voor de mensen die dat nog niks zeggen, misschien als je zegt van oké, ik teken een smiley met een snorretje, dan is dat snorretje, dat is een accolade. Dus ik kan het anders niet beter uitleggen. Het is eigenlijk gewoon zo'n gekruld hekje. Ik kan nog even een Photoshop even groot type, dan kun je misschien beter zien. Even kijken, dan moet ik hem natuurlijk wel ook een font geven die je kunt zien. Even kijken. Zo eentje. Een gekruld hekje. Oftewel een accolade. En die moet je openen en sluiten. Dus die twee heb je dan nodig in je style sheet. Even kijken. Dus dat zijn deze jongens. Daartussenin, dan kun je dus de eigenschappen inzetten wat die moet doen. Dus als je wil aangeven van hoe breed iets is, dan geef je aan, dan zie je ook dat Dreamweaver helemaal stuitert van, je wil er een eigenschap aangeven, wat moet ik eraan aan toevoegen? Nou, je kunt dus gewoon uit zo'n lijstje gewoon kiezen. Ik deed het trouwens met pijltjes omlaag en pijltjes omhoog. En je dubbelklikt hier op width, dat is dus breedte in het Engels. En je kunt aangeven van hoe breed iets moet worden. Dus je zegt, oké, 600. Nu zegt er wel dat je aan moet geven wat voor maat. Dus centimeters kent je niet, hè. Want het is geen, we zijn geen houtzagerij cursus aan het doen. We zijn met digitale beelden bezig. Dus pixels. En pixels geef je aan met px. Dus nu heb je aangegeven dat ID bloemrood een breedte heeft van 600 pixels. Nou, je kunt ook een hoogte aangeven.
height. En dat werkt ook gewoon. Je ziet ook dat die ook nog automatisch aangeeft van oké, wil je misschien een van deze opties? Auto, inherited, important. Die drie gebruiken we alle drie niet. We gaan gewoon een maat invoeren. 300 pixels. Nou, dan hebben we dus een ID aangemaakt. Misschien nog even een achtergrondkleurtje geven, dat je hem misschien ziet. Want dat is dus even, ja, dat doen we ook maar eventjes. Background color. En je ziet hoe snel ik dat doe trouwens. Dat is gewoon omdat ik gewoon dit al heel vaak doe. Maar je kunt dus gewoon heel makkelijk gewoon kiezen uit die lijst, hè. Dubbel klikken. En hij vult het al automatisch helemaal aan. Dat is dus een van die voordelen van Dreamweaver. Hij vult dus gewoon die code aan. Dat scheelt je een hoop typewerk. Kun je ook geen fouten maken. En hij geeft hier dus ook aan van oké, wil je een achtergrondkleur? Wil je een kleurtje kiezen? Nou, dat is prima. Klik je hierop en krijg je een mooie kleurpalet. Nou, kies nou rood. Donkerrood trouwens. En ik sluit af met een puntkomma. Je ziet elke keer dat ik afsluit met een puntkomma, omdat elke eigenschap, als die eigenlijk zijn waarde heeft gekregen, dan moet je hem afsluiten met een puntkomma, zodat de code weet van oké, er komt weer een nieuwe eigenschap. Vergeet dus die puntkomma's ook niet, hè. Dus die puntkomma's zijn heel erg belangrijk. Altijd een regel afsluiten met een puntkomma. Sommige weet het, eigenschappen die hebben ook meerdere dingen die je eraan kunt geven, zullen we zeggen. Dus als je dat dan niet afsluit met een puntkomma, denkt hij dat alles wat daaronder staat er nog bij hoort. Wat dus niet zo is. Dus dat kan soms je code behoorlijk, je pagina behoorlijk in de war brengen. Altijd afsluiten met een puntkomma. Die zit dus boven je, of onder je dubbele punt, hè. En je ziet dus weer dat die accolade is gesloten. En dan heb je dus eigenlijk een ID aangemaakt. Die rood, bloemrood heet. Met een bepaalde eigenschap. En die sluit weer af. Die staat in de stylesheet. Je ziet weer dat kruisje staan. Dus dat geeft. Wat is dat sterretje dan? Dat aangeeft van. Hey, je hebt het nog niet opgeslagen. Nou, ik save nu. Ga nu kijken in mijn browser. Is er nu wat veranderd? Nee, helemaal niks. Nee, dat komt omdat ik dus wel die ID heb aangemaakt in mijn stylesheet. Maar nog niet in mijn HTML. Nou, we willen dus iets aanmaken in de HTML met die ID. Nou, we willen een blok aanmaken die zo'n breedte en hoogte heeft. En een van die, ja, dit is dus waar je hem in een blok kunt maken. DIV, een div. En je ziet hem ook weer sluiten hier. Als ik dus weer zo'n driehoekig hekje neerzet en een slash, dan sluit hij hem voor mij vanzelf af. Als ik hem dus nou refresh, dan zie je dus hier zo in de rechterkant een soort transparant blok staan. Wat knippert met zo'n stippellijn als ik er overheen ga. En je kunt hem selecteren en je kunt er wat intypen. Hoi. En dan komt het dus ook hier tussen te staan, tussen die twee dingen. Echter zo, wat is nou de eigenschap van zo'n div, zo noemen ze dat, DIV van Victor. Standaard eigenschap van een div is dat hij 100% breed is. Standaard niks langs zich wil laten staan. Dat is dus tweede eigenschap. En dat hij transparante achtergrond heeft, dat is de derde. En dat hij 0% hoog is. Dan zou je denken van hallo, iets wat 0% hoog is, dat kun je sowieso niet zien. Dus transparant, hoezo, wat, hoe bedoel je? Nou, als je er dus tekst in zet, dus zoals dat hoi, dat is dus de eigenschap dus dat hij eigenlijk 0% hoog is, maar omdat er wat in staat, drukt hij zichzelf uit. Dus hoe meer erin komt te staan, hoger dat divje wordt. Dat kan soms heel handig zijn. Maar je ziet dus dat standaard eigenschap dat die 100% breed is en transparant. Ja, dat is leuk, maar we willen dus eigenlijk gewoon een rood vlak hebben met
breedte van 600 en 300 pixels hoog. Hoe krijgen we dat nou? We hebben een ID aangemaakt. Dat zie je hier, hè, met dat hekje. En die willen we eigenlijk, die ID willen we aan dit divje hangen. Nou, hoe doen we dat? We gaan precies achter de V van div staan. Drukken op spatie. En Dreamweaver geeft al aan van, hey, wil je wat wil je eraan toevoegen? Nou, wij willen een ID eraan toevoegen. Nou, je ziet dus ook al dat hij dat herkent. Dubbel klik ik hierop. En je ziet dus ook dat hij dus een is-teken en twee keer een dubbele quote neerzet. En een dubbele quote is dus het quote-teken wat boven de normaal quote-tekentje zit. En als je shift in doet, dan doet hij een dubbele quote. Dus ga niet twee keer een enkele quote neerzetten, dan wat tekst ertussen en dan weer twee enkele quotes. Maar gebruik die dubbele quote. Wat is nu het voordeel van Dreamweaver? Is dat hij eigenlijk al in die stylesheet gaat kijken van oké, zitten daar ID's in? Zo ja, geef ik die even aan in een lijstje. Nou, we hebben dus nu maar eentje aangemaakt, dus dat is makkelijk kiezen. En ik klik die aan en dan vult hij dat automatisch in. Wat is hier nou echt het super handig van? Is dat dit altijd klopt met wat in de stylesheet zit. Ben je misschien iemand die wat slordiger is of een dyslect en je zegt bloem met een N van Nico en je gaat hier een nieuwe ID aanmaken, dan neemt hij die spelfout meteen mee. Dan zou je denken van ja, dat is eigenlijk toch niet goed eigenlijk, want spelfout, dan zou die toch eigenlijk moeten verbeteren. Nou, in die ID's, dus labels eigenlijk, maakt het eigenlijk niet zoveel uit wat erin staat. Al zeg je hoobie-doobie, flatsie-flatsie, als het allemaal aan elkaar is geschreven en dan met elkaar overeenkomt, dan boeit hem dat eigenlijk niet erg veel wat er staat, als het maar met elkaar correspondeert dat het exact hetzelfde is geschreven. Dus als je lichtelijk dyslect bent, dan is dat op zich niet zo'n probleem, zolang het maar alleen over de labels gaat. En niet over de inhoud van de site. Want dat kunnen natuurlijk mensen wel zien. Dit moet dus bloemrood zijn. En nu zie je dus ook meteen straks het probleem als ik dus hier bloemrood ook heb staan. Of ja, het probleem trouwens niet. Want dit is nou goed geschreven. En als ik hier dus op refresh klik, hier aan de rechterkant bij mijn stylesheet, je ziet dus ook dat dit vlak nu ineens 600 pixels bij 300 pixels is geworden. En hij is zo rood als maar kan zijn. Nou, als ik dit dus ga saven, dat heb ik al gedaan, en ik ga dit previewen in Chrome, het kan zijn dat als jij gewoon nog niet iets hebt opgeslagen, dat hij daar een melding van maakt, zo van, hey, wil je dit nog opslaan? Zeg maar ja. En hier is het vlak wat rood is. Nu laat ik meteen even zien hoe strikt dat komt. Stel, ik typ hier bloemrood met kleine letter. Ik save dit. Ik ga nu kijken in mijn browser. Die heb ik nog openstaan. Ik doe refresh. En hey, waar is nou mijn rode vlak heen gegaan? Nou, dat is dus wat ik bedoel, hè. Hij is dus hoofdlettergevoelig. Dus als ik hier bloemrood met een kleine R schrijf, en ik heb in mijn stylesheet bloemrood met een hoofdletter staan, dan herkent hij dat niet. En je denkt van, ja, dat is leuk en aardig, maar dat klopt dus niet. Nou, zo streng is hij dus. Dus je moet echt gewoon precies overschrijven. Of wat ook nog kan, ja, vertrouwen op die automatisch laten invullen van Dreamweaver. Of je dubbelklikt hierop, je kopieert het. Dus Ctrl-C en je vult het hier weer in, Ctrl-V en dan maak je dus ook geen fout, hè, want dan neem je het letterlijk over. Nou, je ziet dus ook hoe dat dan met elkaar werkt. Kijk, hij heeft nu eigenlijk een ID met een div met een ID bloemrood. Nou, dan gaat hij dus naar die stylesheet kijken van kom ik dat hier ergens tegen? Ja, dat klopt, dat kom ik hier tegen. En hij neemt die eigenschappen wat hij dus in dit ID ziet, neemt hij dus over. Echter, als je dus die punt komma bent vergeten, kan je ook even laten zien hoe dat werkt. Ik weet niet hoe dit verkeerd gaat, maar
Nou, je ziet dus dat hij nou niet de goede dimensies heeft. Hij wordt nou 100% breed. En die hoogte heeft hij niet meegenomen. Dus zorg ervoor dat je het dus ook afsluit met die punt komma. Want dat is dus wel belangrijk. Nou, wat is dus een class? Een class is eigenlijk iets wat vaker terugkomt. Nou, stel dat ik nou, laat ik dat ook even meteen zien hoe dat werkt. Div class. En zo werkt nou net eigenlijk andersom. Ik heb nog geen class aangemaakt, dat zie je ook. Hè? No CSS taal is aangemaakt in class. Nou, noem ik dit vlak. En zoals ik al zei, dat komt dan vaker terug. Hè? Dus ik meerdere vlakjes. Ik zet er nog even een witregel tussen. Witregels worden gewoon genegeerd door de browser. Hè? Dus je kunt hier zoveel witregels tussen zetten wat je wil. Daar heeft die browser niks om. Maar voor jezelf is het wel fijn dat je een beetje duidelijkheid hebt van oké, hier staat een vlak. Hier staat een vlak. Nou, dit is dus een class, dus iets wat vaker terugkomt. Je ziet ook dat het anders genoteerd wordt als die ID. Maar in principe is het hetzelfde geval. Eigenlijk spatie achter de V zetten en dan class met dubbel S typen is dubbele quote openen, dubbele quote sluiten en daarin een naam neerzetten. Nou, die naam moet natuurlijk weer hier terugkomen. En hoe noteer je een class? Door middel van een punt. En dat heet de vlak volgens mij, zoals ik me kan herinneren. Weer een gekruld haakje openen of acculade. Acculade sluiten. En je zet er een eigenschap in, bijvoorbeeld een breedte, width, van 200 pixels. Een hoogte van 220 pixels. En een achtergrondkleur, background color. Nou, wat zal dat me geven? Lichtblauw. Ja, dat is wel een mooi kleurtje. 7. En als we dus nu gaan kijken, dan zie je dus ook al hier in de preview van Dreamweaver al drie vlakken staan, die exact hetzelfde zijn met elkaar. Het is echter zo wel dat je tussen die vlakken gewoon andere inhoud kunt zetten. Bijvoorbeeld, dit is vlak nummer 1. Nou, even een makkelijke. Vlak nummer 2. En dit is vlak nummer 3. 7. En je ziet dus ook dat er gewoon andere inhoud kan staan, maar dat die dus eigenlijk qua stijl gewoon hetzelfde uitziet. Nou, dan gaan we even previewen in de browser. Nou, dan zie je dus ook dat het lijkt nu één lange strook, maar als ik dus hier kijk in mijn Inspect Element, dan zie je dus ook hier dat het eigenlijk gewoon, ik zal hem ietsjes omlaag schrijven zo, dat dit gewoon één vlak is. Zie je? Dus elke keer één vlak. Ze hebben wel dezelfde kleur, dus zo lijkt het een beetje op één lange strook. Maar het zijn dus allemaal losse vlakken van elkaar. Dus zo kun je dus eigenlijk iets wat elke keer terugkomt, gewoon herhalen door middel van een class. Nou, is het zo dat je dus dit niet kunt doen, dus die class met een ID? Jawel, dat kan ook. Ik kan hier dus ook gewoon ID vlak, ID vlak, ID vlak van maken. Alleen er is gewoon een onafgesproken regel dat eigenlijk ID's unieke elementen zijn. En classes worden gebruikt voor dingen die worden hergebruikt. Zo in ons geval dus dat hoe groot een vlak is en wat voor achtergrondkleurtje die heeft. Nou, dan heb ik classes en ID uitgelegd. Dan gaan we zo meteen verder. En dan gaan we ook eigenlijk de pagina opbouwen. Dus, oké.